Ik stel voor om te gaan beginnen. Hartelijk welkom op het IPMV, het innovatieprogramma Microfrontreinigingen webinar. Op deze mooie zonnige vrijdagochtend hebben zich meer dan 100 mensen, 120 mensen aangemeld om hier aan deel te nemen. Ik zag net op de deelnemers dat er nu 83, 84 participanten zijn. Hartstikke fijn dat er zoveel mensen zijn om na te denken over microverontreiniging in afvalwater. We hebben deze ochtend een afwisselend programma voor jullie weer voorgesteld. En waarin de presentaties zijn, filmpjes, Q&A's, mentimeters. Dus doe vooral actief mee. Benut ook de Q&A van de Zoom-faciliteit. Om met elkaar van gedachten te wisselen, kritische vragen te stellen. Nou, we gaan een tipje van de sluier oplichten van het innovatieprogramma. En zodat een ieder weer weet waar mensen mee bezig zijn, waar we met z'n allen mee bezig zijn. Ik heb een paar sheets over het innovatieprogramma. Dus ik hoop. Mag die getoond worden? Michelle, of ik had nog een paar sheetjes voor het innovatieprogramma. Heb je die voor mij? Ja, dankjewel. De volgende graag. Want ik wou nog heel even vooraf tonen wat het innovatieprogramma inhoudt. We zijn eigenlijk sinds 2019 zijn we gestart met het innovatieprogramma. En het programma loopt 5 jaar, dus tot en met 2023. Het wordt ook mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het doel is van het hele programma om innovaties door te ontwikkelen naar een TRL, een Technology Readiness Level van 7. Dus dat betekent dat al die innovaties in de gelegenheid worden gesteld met onderzoeken, met haalbaarheidsstudies, met pilots, om door te ontwikkelen zodat ze gereed zijn voor een grote demo of een eerste full-scale installatie. Nou, en we kijken daarbij naar verwijderingsrendementen, biologische effecten van het effluent, van het gezuiverde water, de CO2-footprint en vanzelfsprekend ook de kosten. We hebben nu momenteel 23 projecten in portefeuille. In 2019 zijn we gestart met 19 projecten. En het afgelopen jaar hebben we daar 4 projecten aan toegevoegd. Zou je even door willen klikken? Want volgens mij heb ik er nog een paar bij. Ja, dit zijn de nieuwe projecten die vorig jaar toegevoegd zijn aan de onderzoeksportefeuille. De projecten zijn geclusterd in een aantal groepen. De filtratietechniek innovaties, die ook mogelijk ook bij allerlei waterfabriekconcepten ingezet zouden kunnen worden. De oxidatieve technieken, poederkool, de overige adsorptiemiddelen en de granulairkool toepassingen. We zijn enthousiast van start gegaan. We doen, wat ik al zei, eenduidige vergelijkbare haalbaarheidsstudies. En we hopen ook pilotonderzoeken te gaan doen. Mag ik de volgende sheet? Want inmiddels zijn we al even bezig en zijn er ook al een aantal projecten afgerond. Of bijna afgerond. De waterfabriek Willep, het onderzoek is afgerond. De rapportage is nog, daar wordt nog hard aan gewerkt. De pilot op Aarle-Riksel, de onderzoeksresultaten, worden zo dadelijk gepresenteerd. En ook de rapportage is gereed. Het onderzoek naar paakas en in combinatie met ijzer. Dat onderzoek is na de haalbaarheidsstudie heeft geen vervolg gekregen. Dat gaf onvoldoende perspectief om binnen de gestelde tijd ook door te ontwikkelen. De effecten van de dosering van poederkool op de slip-eindverwerking, die is afgerond en die wordt zo dadelijk ook gepresenteerd. En het onderzoek naar de biologische alternatieve biologische kolen, vervanging voor de actief kool, dat onderzoek komt dadelijk ook aan de orde. En het onderzoek naar de toepassing van Arvia, dat is een specifieke technologie met een adsorptiemiddel en met een elektrisch veld voor de geadsorbeerde microverontreiningen geoxideerd. Dat onderzoek heeft na de haalbaarheidsstudie geen vervolg gekregen.
Dit zijn de afgeronde onderzoeken. Op de volgende sheet hebben we ook nog een lijstje met een overzicht van de pilots. Hè. Die hebben de haalbaarheidsstudies doorlopen. En daarin op deze locaties gaan we nu aan de slag om onder praktijkomstandigheden de innovatie te testen. Zo zijn we op Wervershoofd met ozon en keramische microfiltratie bezig. Op Winterswijk wordt ultrasound toegepast, dus ozon met ultrasoon. Op Leiden-Noord gaan we aan de slag met pakdosering en ozon. Dat staat dadelijk ook op de agenda. In Simpelveld gaan we aan de slag met paakhals in combinatie met Nereda. En Vinkel, pak- en doekfiltratie. En op Emmen en Horstermeer worden twee granulair kooltoepassingen gedaan. Het BODAC-systeem wordt verder uitgewerkt getest op pilotschaal. En op Horstermeer de combinatie van het one-step filter in combinatie met ozon. Nou, een mooi pilotoverzicht. En waar doen we dat allemaal voor? Mag ik de laatste sheet? We doen het natuurlijk voor dat innovaties ook toegepast kunnen worden in de praktijk. En als we kijken naar alle zuiveringen die nu op de planning staan om aangepast te worden, dan zien we dat vooralsnog dat daar de conventionele technieken worden toegepast, ozontoepassingen en ook paakgas. Een mooi portfolio aan praktijkinstallaties. En we hopen dat, of in de eerste tranche, maar in ieder geval de zuiveringen die hierna komen, dat de innovaties die wij nu verder brengen met het innovatieprogramma daar ook uiteindelijk toegepast gaan worden. Nou, dit was mijn korte intro. En ik wil heel graag nu ook het woord geven aan Ruud Schemen. Ruud Schemen is de dagvoorzitter van deze ochtend. Die leidt ons door het hele programma heen. En Ruud die is ook voorzitter van de begeleidingscommissie overige adsorptiemiddelen. En hij is ook voorzitter van de gebruikersgroep Poederkool. En Ruud, kom je erbij? Ja, dankjewel Cora voor de introductie. Ik ben inderdaad blij dat ik vandaag jullie door dit programma mag leiden. Ik moet zeggen, ik ben zelf sinds 2018 actief geworden op het gebied van de verwijdering van medicijnresten. En de laatste jaren is dat echt in een ontzettende stroomversnelling geraakt. Een heleboel waterschappen, wat Cora al laat zien, die zijn erbij betrokken, die zijn er actief mee. En het mooie van deze materie is, op het moment dat je erin verdiept, dan begin je de materie veel beter te snappen. Dan begin je veel meer vragen te stellen. Dan ontwikkelen zich ook nieuwe kansen. En het innovatieprogramma biedt ook mooi de mogelijkheid om dit verder te onderzoeken. En buiten het innovatieprogramma is er ook nog de Community of Practice. En wat Cora zegt, daar vallen nog een aantal gebruikersgroepen onder. Dus daar wordt echt ontzettend veel kennis gedeeld. En ontwikkelen zich nieuwe technologieën, nieuwe dingen. En ik denk dat vandaag krijgen we ook een aantal mooie voorbeelden van te zien. En we werken niet alleen met de standaard zaken, ozon of paakgas, maar er beginnen ook allerlei combinaties op te treden. Want jullie staan ook op de rol van Hapert, hè? Dat wordt een conventionele paakgas, of zijn daar de ideeën nog niet helemaal voor uitgekristalliseerd? Nee, wat zou ik zeggen, de oorsprong stond bij onze zuivering Eindhoven en Tilburg als paakgas op het programma. Alleen toen wij eens gingen kijken op zo'n grote zuivering waar je dan elke dag zoveel scheppen steenkool ingooit, dat had wel heel erg negatief is voor onze footprint. Terwijl we juist als waterschap hebben afgesproken om die footprint ontzettend te verlagen. Op het moment dat wij op Eindhoven paakgas toe zouden passen, zou die geloof ik waterschapsbreed met 24% stijgen. Dus wij zijn in tegenstelling tot wat we vandaag gepresenteerd krijgen, niet op zoek gegaan naar alternatieve kolen, dus van duurzame oorsprong. Maar we zijn op zoek gegaan naar een technologie waarbij je de actieve kool niet in de biologie zelf gooit,
maar dat je hem zeg maar als naschakelijke techniek pakt, zodat je hem kunt hergebruiken. En daar vindt momenteel inderdaad een proef met een tweetal technologieën plaats op onze zuivering Hapert. Dat helemaal klopt. Cor heeft een en ander al verteld van het programma vandaag. Wat we nog volgens mij niet hebben vermeld, is dat het programma wordt opgenomen en dat je het naar de hand kunt terugkijken en dat we het ook voor uitsluitend voor intern gebruik hebben. Wat Cor nou, het wordt juist ook op de website gepubliceerd. Dus ook mensen die nu niet deel kunnen nemen, dat ze het ook nog een keer na kunnen kijken. Oké, helemaal goed. Als jullie vragen hebben, dan kun je die stellen aan Mirabella. Die houdt de chat voortdurend in de gaten. Zodat als we aan het eind van de presentaties zijn, Mirabella deze vragen kan stellen. Ik zie dat we al... de tijd gaat snel. Dus ik wil eigenlijk zometeen het woord geven aan de eerste spreker. En dat is Robert Kras. Hij is technoloog bij Waterschap Maas. En hij heeft het pilotonderzoek uitgevoerd voor Alerixa, waar een tweetal oxidatieve technieken zijn gepresenteerd. Het is een heel uitvoerig onderzoek geweest, waarvan ook een STOA-rapportage is gemaakt. Die is terug te vinden op de site. En dan is het nu aan Robert de uitdaging om dat hele grote onderzoek in de komende 20 minuten te presenteren. Robert, aan jou het woord. Ja, dankjewel Ruud voor de introductie. Het is inderdaad een heel uitgebreid onderzoek geweest. En het wordt een hele uitdaging om dat binnen die 20 minuten te presenteren. Maar ik ga een poging doen. Als het goed is, zien jullie mijn scherm nu? Of? Hij komt nu, ja. Ja, oké. Okay, nog niet in nog even in presentatie. Ja, even. Oh, komt even wat anders tussendoor. Nu zien jullie hem, hè? Ja. Ja, oké. Goed. Ja. Ik ga het een en ander vertellen over het pilotonderzoek wat we op de zuivering van Aarle-Rikstel hebben gedaan. En daar hebben we onderzoek gedaan naar twee verschillende oxidatieve technieken. De eerste techniek is ozon, waarna nog een biologische nabehandelingsstap stond. En de tweede technologie is UV met waterstofperoxide. En als je UV-straling op waterstofperoxide zet, dan worden de hydroxylradicalen geproduceerd. En die hydroxylradicalen die reageren weer met de organische microverontreinigingen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat met ozon gebeurt. Hè? Ozon valt ook uiteen tot hydroxylradicalen. Dat is eigenlijk dezelfde reactie die dan plaats kan vinden. Verder hebben we de oxidatiereactie in beide gevallen, waarbij ozon een sterkere oxidator is. Maar in het geval van UV hebben we ook nog te maken met fotolyse. Bepaalde componenten die kunnen onder invloed van UV-straling uiteenvallen en kunnen dan op die manier weer verwijderd worden. Bij de vergelijking van die twee technieken hebben we verschillende aspecten bekeken. Die staan hier opgesomd op de sheet. Maar een belangrijk aspect is het verwijderingsrendement. Toen wij bij AMA's begonnen met deze test, hadden we gezegd van we willen een verwijderingsrendement hebben van minimaal 80% in die nageschakelde oxidatieve techniek zelf. En bij AMA's kijken we dan naar 16 medicijnen die in het verleden boven de rapportagegrens aanwezig waren in het effluent. En toen we eenmaal met die test bezig waren, of toen we ermee begonnen waren, toen bleek deze mooi te passen binnen het IPMV-programma van het ministerie en STOA en dergelijke. En toen hebben we eigenlijk een tweede doel gedefinieerd. Toen zijn we naar die gitstoffen gaan kijken. En hebben gezegd van we willen daar minimaal 70% verwijdering ten opzichte van het invent van de zuivering. Dus als je eigenlijk deze twee doelen bekijkt, dan zie je dat het doel wat AMA's had gesteld, 80% ten opzichte van effluent, ja, een heel stuk hoger nog ligt eigenlijk dan die 70% verwijdering ten opzichte van influent. Hier zijn een paar fotootjes van de pilotinstallaties. En deze is de ozonpilot. Die is geleverd door de firma Nijhuis.
ga niet alle fotootjes bespreken. Hier op die rechte foto kan je wel zien, hier achterin zie je eigenlijk de ozonreactoren staan. En dan nog wat fotootjes van de UV-pilot, geleverd door de firma van Remme. Hier op die rechte foto zie je eigenlijk de vier UV-reactoren waar we gebruik van hebben gemaakt. Elke UV-reactor is uitgevoerd met 12 UV-lampen. En op die foto hier linksonder zie je eigenlijk zo'n UV-lamp. Dat is eigenlijk een soort van TL-buis. Nou ja, en daar zitten dus in elke reactor 12 van die TL-buizen die de UV-straling verzorgen. De hele testperiode heeft een maand of 10 geduurd in totaal. En we zijn begonnen met een inregelperiode. En daarin hebben die beide leveranciers hebben de gelegenheid gehad om optimale instellingen te bepalen om die 80% verwijderingsrendement te behalen. Bij ozon zijn we toen uitgekomen op 1,2 gram ozondosering per gram DOC. Dat is een behoorlijk forse ozondosering. Maar we wilden ook een hoog rendement halen, hè, die 80%. Nadat die condities of die instellingen zijn bepaald, zijn we de vergelijkende test ingegaan. Nou, dat is dus eigenlijk de allesbepalende periode geweest, hè, aanvankelijk. En tijdens die vergelijkende test zijn er nog een aantal aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden gebleken. En daar zijn we toen in het vervolgonderzoek mee verder gegaan. Voor de monsternamen zijn we steeds uitgegaan van 24 uur verzamelmonsters. We hebben bij die gitstoffen hebben we eigenlijk gewoon volgens de regeltjes rekening gehouden met die verblijftijd in de RWZI. Hè. Dus het influent werd 1 dag eerder bemonsterd ten opzichte van het effluent van de zuivering. En tijdens die vergelijkende test hebben we eigenlijk alleen maar op DWA-dagen bemonsterd of DWA-plus-dagen. Maar we hebben daar niet op RWA-dagen bemonsterd. Rechts zie je nog een hele lijst met verschillende medicijncomponenten. Die komen uit een Aquon-pakket. Dat waren 28 verschillende stoffen. Maar goed, daarvan waren de 16 in het vooronderzoek gebleken dat ze boven de rapportagegrens lagen. Dus dat zijn die 16 stoffen waar we met AMA's naar gekeken hebben. En van die 16 stoffen vielen de 8 ook binnen de gitstoffen. Dus we hebben ook nog een aantal extra gitstoffen gemeten. We hebben overigens veel meer gemeten op de pilot dan deze lijst met stoffen. Mocht je er een keer in geïnteresseerd zijn of zo, neem contact met ons op, want we kunnen de data dan gewoon delen. Ik kom hier op de resultaten. Dan kijk ik even naar de... Dus de resultaten van de vergelijkende test is het. Hè? Dan kijk ik met name even naar die gele celletjes. En dan zie je hier aan de rechterkant eigenlijk het rendement wat we gehaald hebben op die 16 medicijnen in die nageschakelde techniek. Ons doel was 80%. En je ziet eigenlijk dat we dat met UV niet gehaald hebben op die instellingen die toen geadviseerd zijn. Met ozon hebben we het ruimschoots gehaald, hè? Wat we ook zien in deze tabel is dat in de RWZT zelf ook al een flinke hoeveelheid medicijnen wordt verwijderd. Bijvoorbeeld al 40% van die 16 geselecteerde medicijnen. En als je kijkt naar gitstoffen, dan zie je dat wij in de vergelijkende test ook wel op zo'n 50% verwijdering uitgekomen. Krijg ik hier een probleem, geloof ik. Oh nee. Als we kijken naar de combinatie van de RWZI met die nageschakelde techniek, dan zie je dat we in beide gevallen ruimschoots boven die 70% zijn uitgekomen. Daarbij wel de opmerking dat we bij deze berekeningen ervan uitgaan zijn dat het volledige effluent behandeld wordt in de nageschakelde techniek. Dat is eigenlijk niet realistisch. Hè? Normaal gesproken zou je voor DWA Plus ontwerpen. Maar goed, ook dan halen we die 70%. Daar kom ik verderop nog wel even op terug. Hier een plaatje
om een beetje aan te tonen dat die verschillende componenten, die verschillende vervuilingen in het afvalwater eigenlijk allemaal zich weer anders gedragen. Als voorbeeld diclofenac, dat wordt in de zuivering zelf wordt het nauwelijks verwijderd, hè? Maar 3% hebben wij gezien. En als je kijkt in zo'n nageschakelde oxidatieve techniek, dan zie je dat we ruim 90% daarvan verwijderd hebben. Als tegenpol daarvan, metformine, dat wordt in de zuivering weer enorm goed verwijderd, hè? Met 98%. En in die nageschakelde techniek zien we dat het verwijderingsrendement behoorlijk beperkt is. Dat staat eigenlijk ook nog eens een keertje uitgezet hier in dat grafiekje aan de rechterkant. Op de x-as zie je dan al die verschillende componenten staan. Op de y-as het verwijderingsrendement. En dan zie je de blauwe balkjes is eigenlijk het verwijderingsrendement met ozon. En de oranje balkjes is het rendement wat we met UV gehaald hebben. En dan zie je dat ja, de balkjes hebben allemaal verschillende hoogte, dus die verschillende componenten reageren anders. En je ziet eigenlijk ook dat de blauwe balkjes van ozon veel hoger zijn dan die van UV. Dus ja, ook hier uit dit plaatje zie je dat UV de componenten beter afgebroken heeft. Daarentegen zijn er ook weer componenten die juist met UV beter afgebroken zijn. Dat zijn dan de röntgencontrastmiddelen. Daarmee hebben we ruim 80% verwijdering gehaald. Terwijl met ozon komen we dan op een procentje of 40, 50. Dus dat gaat met UV juist weer beter. Nog een plaatje over van de ecotoxiciteit. Daar hebben we ook een paar metingen mee gedaan. Eigenlijk meteen de opmerking dat dit plaatje alleen maar een globaal beeld geeft. Die methode is in feite nog in ontwikkeling. Die is inmiddels alweer anders dan dat wij dat destijds hebben gedaan. Wij hebben de Simony-scores bepaald. En die zie je op de y-as staan. Een hoge Simony-uitslag betekent dat het water toxisch is. En hoe lager de Simony-score, hoe minder toxisch. Een Simony-score van 1 wil zeggen dat er eigenlijk nog maar een beperkte toxiciteit aanwezig is. De rode balkjes zijn eigenlijk de Simony-scores die we in het effluent van de zuivering hebben gevonden. En dan die andere balkjes, die andere kleurtjes, is na behandeling met die oxidatieve techniek. Als je dan een beetje een beeld wil krijgen, dan zien we dat het effluent zit op een hoge Simony-score van ongeveer 4. Bij 50% verwijderingsrendement wordt dat al een stuk minder. En bij 80-90% hebben we nog lagere waarden gevonden. Maar nogmaals, dit is alleen een beetje indicatief bedoeld. En wat we ook gezien hebben tijdens die vergelijkende test is dat er een aantal aandachtspunten zijn en een aantal punten die we ter optimalisatie of zo verder zijn gaan onderzoeken. Bij ozon hebben we gezien dat er behoorlijk wat bromaat geproduceerd werd, 19 microgram per liter gemiddeld. Een van de redenen is ook omdat wij in het afvalwater van Aarderiksel een relatief hogere bromideconcentratie hebben. Verder is het nogal interessant om te weten wat nou eigenlijk de relatie is tussen die ozondosis en het verwijderingsrendement en de bromaatproductie. Dus ook dat zijn we verder gaan onderzoeken. Bij UV hebben we ons met name gericht op het energieverbruik, want dat bleek erg hoog te zijn. We haalden 41% rendement, maar daar hadden we wel 1 kilowatt per kuub aan energieverbruik bij nodig. Om dat een beetje te relateren aan de zuivering zelf verbruikt op dit moment 0,2 kilowatt per kuub. Dus je ziet dat die UV een behoorlijk extra energieverbruik geeft. Oorzaak is eigenlijk dat wij een relatief lage UV-transmissie hebben in het afvalwater, in het effluent. 40%, dat betekent dat een UV-straal na 1 centimeter, dat er nog maar 40% van over is. Dus dat wordt eigenlijk heel snel uitgedoofd. En we haalden dus aanvankelijk met die vergelijkende test het gewenste verwijderingsrendement niet, hè, van die 80%. Dus in het vervolgonderzoek zijn we de ozon of zijn we de UV-dosis nog verder gaan verhogen. Toen zijn we er alsnog in geslaagd om die 80% te halen. Maar goed, dat heeft wel een nog hoger energieverbruik tot gevolg.
Nou, als onderbreking tussendoor volgt er nu even een filmpje. We hebben straks geen afval meer en misschien ook wel geen afvalwater meer. Nee, het is een grondstof voor een nieuwe toepassing. Ja, dus we zitten steeds meer te denken vanuit van waar blijft dat water eigenlijk? En wat is daar dan voor nodig? Maar hier hebben ze dus gestaan. Twee containers, eentje aan de ene kant van de effluentgoot en eentje aan de andere kant. Ik ben Maarten Nederlof, ik ben beleidsadviseur bij Waterschap AMA's. En ik was verantwoordelijk voor de pilot die hier gestaan heeft. En dat is alweer een paar jaar terug. De aanleiding was dat was AMA's, maar met name ook ons bestuur, aanzag komen dat we maatregelen moesten nemen voor medicijnresten in het afvalwater. En dat is de reden waarom we hier op Aarle-Rikstel een proef hebben gedaan met oxidatieve technieken. En de reden was dat er op andere plaatsen al proeven gedaan werden met poederkool. En we wilden hier zeg maar een alternatieve techniek testen. De ene was oxidatie met ozon en de andere was UV met waterstofperoxide. We zijn heel blij dat we die pilot gedaan hebben. Want anders hadden we misschien... Ik heb zelfs het advies gekregen, hè, zo van Maarten, waarom een pilot, waarom bouw je het niet gewoon? Nou, dan hadden we nu op deze plek met een installatie gezeten die het ongetwijfeld prima gedaan had. Maar dat we hele hoge bromaatgehaltes hadden, die veel hoger zijn dan bijvoorbeeld de drinkwaternorm. Nou, en al het water wat we hier op de Aar lozen, komt uiteindelijk in de Maas. En daar wordt weer drinkwater van gemaakt. Dus dan zijn we eigenlijk het paard achter de wagen aan het spannen. We gaan wel verder op de RWC Asten hier vlakbij. Die is wat kleiner. En in de omgeving van Asten zitten wat glastuinbouwbedrijven. Dus dat is voor ons een mogelijke gelegenheid om te kijken van kunnen we daar dat effluent aan tuinders leveren. Nou, en de andere techniek, ozon, gaan we op een collega-zuivering van Aarle-Rikstel doen, op RWC Dinter. Omdat we weten dat daar de bromidegehaltes veel lager zijn. En we verwachten dat daar ozon wel een hele geschikte techniek is om het daar toe te passen. Dat is eigenlijk stiekem de droom. We gooien het nu weg en we krijgen er niks voor, dus de aarde betaalt ons niet. Maar als we maar een soort kostendekkend die aanvullende zuivering zouden kunnen realiseren en andere sectoren zijn daarmee geholpen, ja, dan zou dat natuurlijk een heel mooi plaatje zijn. Oké, als het goed is, ben ik nu weer in beeld. Of zien jullie de presentatie weer? Prima, ja, hoor. Goed zo. Ja, oké. Het was even een onderbreking. Filmpje die uiteindelijk door Maarten gemaakt is ook. Ik ga even vervolgen nu nog met het vervolgonderzoek wat wij na die vergelijkende test gedaan hebben. Ik had net al verteld, het kwam ook in het filmpje ter sprake, dat wij behoorlijk wat bromaat hadden geproduceerd. Dus we hebben een aantal, als eerste hebben we geprobeerd om dat verder te beperken. En daar hebben we wat maatregelen genomen. We hebben het ozondoseerpunt verplaatst. Het idee was dan dat ozon of directer met DOC zou gaan reageren en dat er minder ozon met bromide ging reageren, wat dan tot bromaatvorming kan leiden. We hebben niet echt goed vast kunnen stellen dat nou een positief effect heeft gehad. Ik ga er ook verder gezien de tijd niet al te veel op in meer. Ik wil nog wel even noemen dat we ook waterstofperoxide zijn gaan doseren. In die reactie van bromide naar bromaat. Er worden allerlei tussenproducten gevormd. En het idee is dat als je waterstofperoxide doseert, dat die reactie dan ook terug gaat lopen. Dus dat die tussenproducten weer terug omgezet worden naar bromide. Ook daar hebben we geen positief resultaat van gezien tijdens de pilottest, maar misschien dat wij te veel waterstofperoxide hebben gedoseerd. Ik ga verder naar het volgende grafiekje, want dat op zich is dat wel een hele leuke. Daar staat op de x-as staat de bromideconcentratie in het effluent van Aarle-Rikstel weergegeven. Ja, van 0 tot ruim 1 milligram per liter.
En op de eiers hebben we de geproduceerde bromaatconcentratie weergegeven in microgrammen van 0 tot 40 microgram per liter. Al deze meetpunten die zijn bij een ozondosering van 1,2 gram ozon per gram DOC. En wat je eigenlijk ziet is, zolang de bromideconcentratie in het afvalwater relatief laag is, krijg je nauwelijks bromaat gevormd. Maar bij hogere bromidegehaltes zie je dat je tien of tientallen microgrammen per liter aan bromaatproductie krijgt. Dan hebben we nog zo'n mooi plaatje. En daarin hebben we op de x-as de specifieke ozondosering uitgezet. Schaal is dan van 0 tot ruim 1,5 gram ozon per gram DOC. Hier op die linker y-as staat het verwijderingsrendement. En dan moet je kijken naar die blauwe balkjes. En dan zie je eigenlijk van hoe hoger je de specifieke ozondosering zet, hoe hoger verwijderingsrendement je haalt. Ja, dat kan je ook eigenlijk wel verwachten, hè? Je ziet dat we uiteindelijk op zo'n 80-90% verwijderingsrendement uit kunnen komen bij de hoogste ozondoseringen. Wat ook in dit plaatje staat, dat zijn die oranje balletjes, de bromaatgehaltes die we bij die specifieke ozondosering hebben gevonden. En daarbij moet je eigenlijk naar de rechter y-as kijken, van 0 tot 50 microgram per liter bromaat staat daar uitgezet. En dan zie je dat je bij lage specifieke ozondoseringen, dat we nauwelijks bromaatproductie zien. Maar op het moment dat die ozondosering gaat verhogen, zie je dat de bromaatproductie ook gaat oplopen. Dus ja, die concentratie waar wij de vergelijkende test hebben gedaan bij 1,2. Ja, dan zie je dat je behoorlijke bromaatproducties hebt met ook een hoog verwijderingsrendement. Wil je bromaatproductie verminderen, ja, dan zou je op lagere ozondoseringen kunnen gaan draaien. Dan heb je geen bromaatproductie, maar ook jouw verwijderingsrendement wordt dan wel lager. Dus. Dan nog een stukje vervolgonderzoek wat we met de UV-pilot hebben gedaan. Het grote aandachtspunt was daar het hoge energieverbruik. En dat werd veroorzaakt door de lage UV-transmissie van het afvalwater, van het effluent. Dus we zijn het afvalwater gaan voorbehandelen met een zandfilter met coagulantdosering. En daarmee waren we in staat om die UV-transmissie van het afvalwater te verhogen. En dan kwamen we vanaf een UV-transmissie van zo'n 40%, konden we hem verhogen tot 60%. Ja, dat is positief, want dan zien we dat je een hoger verwijderingsrendement gaat halen of dat je een lager energieverbruik krijgt. Tijdens die vergelijkende test zijn we dan met een energieverbruik van 1 kilowatt per kuub, zijn we uitgekomen op 80% verwijderingsrendement. Terwijl bij de vergelijkende test zaten we qua verwijderingsrendement een heel stuk lager nog, hè? Maar goed, het energieverbruik van 1 kilowatt per kuub, dat blijft wel een heel hoog energieverbruik. Dan kom ik nu op een overzichtstabelletje waar met geel een aantal aspecten eventjes zijn benadrukt om daar even apart bij stil te staan. Het verwijderingsrendement wat we hebben behaald op 7 van de 11 gidsstoffen ten opzichte van het influent dan. Hè, en als we dan uitgaan van 80% behandeling van het effluent in zo'n nabehandelingsstap, oftewel 1,4 keer DWA, hè, DWA plus. Dan komen we met ozon komen op zo'n 90% verwijderingsrendement. En met UV hebben we dan 78% verwijderingsrendement gehaald. In beide gevallen zit je dus wel boven die gewenste 70%. En dit is met de instellingen zoals we dat gedaan hebben, zoals we dat getest hebben bij die vergelijkende test. Dus nog met bij UV met dat relatief lagere verwijderingsrendement, maar wel het hoge energieverbruik. Het hoge energieverbruik dat resulteert dan ook in een hoge CO2-footprint. Hè? Veel hoger dan dat je dat ziet bij ozon. En de totale kosten die komen dan, die hebben we doorgerekend. Dan kom je voor ozon op een ordegrootte van 12 cent per kuub. Zet je daar nog een biologische nabehandeling. Hier zijn we uitgegaan van een zandfilter. Dan komt er nog zo'n 10 cent per kuub aan kosten bij.
En de kosten voor UV-waterstofperoxide komen op 29 cent. Voornamelijk omdat je toch een flinke investering hebt. En ook hoge kosten maakt natuurlijk voor het hogere energieverbruik. Ik begin het einde van de presentatie te naderen. Dan komen we bij de conclusies. Ik loop er even snel doorheen. In het geval van aarde riksel is ozon een aantrekkelijkere technologie dan UV. We hebben gezien dat de meeste componenten door ozon veel beter verwijderd worden dan door UV. Maar sommige stofjes juist weer veel beter dan door UV. Hè? Die worden door UV weer beter verwijderd. Bijvoorbeeld die röntgencontrastmiddelen. Bij ozon hebben we het aandachtspunt de bromaatvorming. En bij UV hebben we als aandachtspunt het relatief hoge energieverbruik. Dan zou je met een voorbehandeling zou je het energieverbruik wel kunnen verlagen. We hebben ook gezien dat met beide oxidatieve technieken de ecotoxiciteit van het effluent wordt verlaagd. Hè. Dus daar doen we het allemaal voor. Dus we zijn wat dat betreft wel goed bezig. En een laatste puntje, ook best wel goed om daar even bij stil te staan. De zuivering zelf verwijdert ook al een behoorlijk aandeel van die medicijnen of gifstoffen. Hè. Wij hebben zo'n 40-50% verwijdering gezien in de RWST zelf. Dan kom ik bij de aanbevelingen. Als je verder gaat met verwijdering van medicijnen of microverontreinigingen, goed om van tevoren vast te stellen wat nou eigenlijk jouw gewenste verwijderingsrendement gaat zijn. Hè? Daarbij moet je kijken van wat voor type oppervlaktewater loos jij nou op? Wat is de verdere bestemming voor dat oppervlaktewater? Wat voor ecotoxiciteit vind jij nog acceptabel en ga je per stof kijken of wat dan ook? Dat zijn uiteindelijk zaken die mede bepalen wat voor techniek je uiteindelijk zal gaan kiezen en ook van wat voor capaciteit je daar nodig zal gaan hebben. Andere aanbeveling is om wat eenvoudige vooronderzoekjes te doen om alvast wat risico's van tevoren in te kunnen schatten. Zo kan je bijvoorbeeld bromide van tevoren meten om het risico bromaatvorming een beetje in beeld te brengen. De UV-transmissie zou je van tevoren kunnen bepalen. Dan krijg je alvast Robert, een beeld van... Robert, zou je af willen ronden? Dan kunnen we nog tijd hebben voor de vragen. Ja, ik ga het afronden. Ja. Bij ozon... Ja, kijk op welke manier je de bromaatvorming kan beperken. Aantal zaken genoemd. Wat we even wil noemen nog is modellering. Hè? Ook door middel van modellering zou je wellicht mogelijkheden verder kunnen bekijken om bromaatvorming te beperken. UV, gericht op deze aanbeveling om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. En denk ik de laatste, dat is ook een interessant hoor, van wat is de nut en noodzaak van zo'n biologische nabehandeling. Het is een behoorlijke dure stap hè, die je er nog achter zet. En we hebben zelf bij ons onderzoek niet echt de werking daarvan aan kunnen tonen. Nog heel snel, dat is de allerlaatste sheet. Eventjes laten zien wat wij bij AMA's verder van plan zijn, wat op de planning staat. Ooien gaan we full-scale een paar kast toepassen. Op Dinter gaan we een demo-installatie bouwen. Die zal in 2023 in bedrijf zijn. Dan gaan we de helft van de zuivering uitvoeren met paarkas. En er komt ook een ozoninstallatie te staan op een flinke capaciteit. Zodat we die onderling kunnen vergelijken. En ook de combinatie van paarkas en ozon verder kunnen onderzoeken. Op Vinkel werd net al genoemd. Hè, daar gaan we een nabehandeling doen met poederkooldosering en een doekfilter. Op Asten, noemde Maarten al in het filmpje, gaan we pilot doen met capillaire nano, gevolgd door de UV met waterstofperoxide. En op aarde riksel gaan we de resultaten die we nu hebben opgedaan met de ozon pilot, gaan we verder proberen te modelleren. Tijd is beperkt, helaas. Ik heb me moeten haasten. Maar wil je meer weten, dan ga je door naar dat rapport. Bedankt voor de aandacht allemaal. Ja, dank je Robert voor de uitvoerige presentatie. Ik ben nieuwsgierig of er ook de nodige vragen zijn binnengekomen over jouw presentatie.
Mirabella, kun jij daar iets over zeggen? Jazeker. Er zijn een aantal vragen binnengekomen en ik heb gevraagd aan de mensen of ze die zelf willen stellen. Er zijn trouwens ook al wat vragen beantwoord in de chat. De eerste die ik graag zou willen vragen om de vraag te stellen, dus zet je microfoon aan en je camera even aan, is Birte Raas. Ja, goedemorgen. Dank u wel, Robert, voor de presentatie van jullie testresultaten. Ik had nog een vraagje in verband met disinfectie, want de oxidatieve technieken die jullie getest hebben, die worden ook wel eens gebruikt als disinfectietechniek. Hebben jullie nagegaan bij deze dosissen of er ook enige disinfectie is met oog op hergebruik? Ja, we hebben daar ook metingen aan gedaan. We hebben gekeken naar bepaalde bacteriën en dergelijke, of in hoeverre die nog aanwezig zijn. Ik weet niet zo uit mijn hoofd wat daar de uitslagen van waren, hoor. Het staat wel vermeld in het STOA-rapport ook. En we hebben wel in ieder geval met beide technieken wel een reductie gezien. Maar getallen kan ik niet zo reproduceren. Maar er zijn wel metingen gedaan, dus ja. Oké, dankjewel. Ja. Dank jullie. Zijn er nog meer vragen, Mirabella? Tony Vlameling heeft ook een vraag. Ja, dankjewel Mirabella en Robert. Ja, wij zijn bij WWD bijzonder geïnteresseerd in technieken die ook iets doen met leverreiniging. Gecombineerd met organische microfoonreinigingen. Hebben jullie daar ook nog naar gekeken? En kun je daar iets over zeggen? Ik kon je niet helemaal goed verstaan, Tony, maar vroeg je de combinatie met P-verwijdering? Ja, de combinatie met de fosfaatverwijdering. Ja, we hebben daar wel een beetje naar gekeken in hoeverre er meer fosfaat vrijkwam of zo bij die oxidatieve technieken. Was allemaal erg beperkt. Maar waar we in de toekomst wel naar gaan kijken, dat is ook als wij bijvoorbeeld op Winkel die pilottest gaan doen, hè, met poederkooldosering, willen we ook een deel van het onderzoek gaan richten op fosfaatverwijdering. Dus daar zullen ook metaalzouten gedoseerd gaan worden om te zien in hoeverre we die met een doekfilter kunnen verwijderen. Maar bij de pilot op Aarde-Rikster was dat niet direct een aandachtspunt. Dankjewel. Ja. Nog één vraagje, Mirabella. Er was nog een suggestie van Eddie Broeders over combinatie van ozon en UV. Of jullie daar ook aan gedacht hebben? Ja, daar hebben we wel aan gedacht. Maar dat was meer tijdens de test, hè. Het is wel leuk dat beide leveranciers dan UV, van UV is dat dan van Remmen en ozon werd door Nijhuis gedaan. Maar die hebben eigenlijk een beetje parallel toen wij met onze test bezig waren, ook op Winterswijk, op ziekenhuisafvalwater, ook al testen gedaan met de combinatie van UV en ozon. Wij hebben daar zelf geen onderzoeken naar gedaan, maar die partijen, die twee leveranciers, die zijn daar wel mee verder gegaan. Ja. Dank je, Robert. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor de presentatie. En als er nog vragen zijn, dan kun je die zometeen inderdaad gewoon tijdens de andere presentatie eventueel beantwoorden. Inmiddels heb ik begrepen, zijn al een aantal vragen van die Mentimeter gesteld. En ik zou willen vragen of de resultaten van de, of in ieder geval eerst even nog voor iedereen de vraag van de tweede Mentimeter kan worden getoond. En of we daar de resultaten van kunnen zien. En Robert, zou ik even aan jou mogen vragen of dat wat jij nou ziet verschijnen, of dat een beetje in het beeld is wat jij zelf ook, als belangrijkste, een van de belangrijke inzichten hebt ervaren? Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik zie, nu in het midden bromaat met grote blauwe letters staan, hè, dus dat blijft een belangrijk aandachtspunt. In het geval van Aarde-Rikster wordt dat dan met name weer veroorzaakt doordat we ook, ja, relatief hoge bromidegehaltes hebben. En als je een zuivering hebt,
waar de bromide in het afvalwater een stuk minder is, ja, dan zal dat een stuk minder een aandachtspunt zijn. En het andere groot woord zie ik energieverbruik staan. Ja, dat geldt natuurlijk met name voor UV. Aan de andere kant, ook ozon heb je toch ook wel een behoorlijk extra energieverbruik, hè? Zie ik nog wat andere woorden? Verwijderingsrendement, ja. Als ik er zelf naar denk, dan hebben we behoorlijk hoge rendementen gehaald. Oké. Geen zaligmakende techniek. Ja, dat is misschien ook wel. Hè, van, er zijn bepaalde... Elke techniek heeft zijn eigen voor- en nadelen ook. Hè. Er is geen enkele techniek die al die componenten eruit haalt. Oké. Okay. Nou, dan zou ik hiermee het eerste deel af willen sluiten. Nogmaals bedankt, Robert. Ja, graag gedaan. Dank je. Naast ozon is PAKAS een van de technologieën die...